Hallo allemaal, ik ben JoVinio en welkom bij de 14e etappe van mijn PCM carrière met LottoNL Jumbo. Normaal was het vandaag de slot etappe van de Tour de France, maar we gaan ook de voorlaatste etappe doen, de t want er staat nog iets op het spel. We gaan eerst eens kijken hoe de Tour de France tot nu toe verlopen is sinds onze laatste aflevering en dat was etappe nummer. Even denken, acht was het net voor de kassee-etappe en die kassee-etappe was niet echt goed. Want als we die eens zoeken, de Roubaix-etappe, dan zien we dat er een, ja, een deel van de kopgroep en een deel van het peloton bij elkaar gesmolten was tot een eerste groep. En daar zaten wij niet bij, enkel met groene wegen, maar dat was ook maar nog net. En uh, ja, wie er wel bij zat was Richie Port. Um, ook uh, Jane Thomas, dus dat waren de belangrijkste. En ook uh, andere toppers waren niet echt mee. Zoals Nuffroom was niet mee, en Fugelsang was niet mee. En uh, Roglic ook niet, dus hier verloren we 1 minuut 47 en uh, dat was natuurlijk niet ideaal aangezien we toch al een achterstand hadden. Aangezien we ook in de ploegentijd al wat tijd verloren hadden en ook in uh, de vijfde etappe denk ik uh, 30 seconden verloren hadden. Omdat we op een gaatje kwamen te zetten waar het niet nodig was. Dan de etappe naar Le Grand Bornat. goed hij pakt van ons. En de eerste etappe van Primos Roglic. Reed van iedereen weg op de laatste klim. En hield een half minuut over aan de finish op uh, Richie Park, Jerry Thomas en Jacob Fugelsang. Vroem verloor hier al meer dan anderhalf minuut. Dus dat was goed nieuws voor ons. Dan gaan we naar etappe nummer 11. Naar La Rozière. En ook hier waren we de beste van de klasse mensrenners. Er was wel een koppel vooruit, maar die was op zich niet zo belangrijk. Port kon wel volgen. Vugelsang bijna. En uh, Thomas verloor toch wel bijna een halve minuut 25 seconden. Dus dat was wel zeer goed nieuws. Dan de etappe naar Alpen d'Huez. Na de vorige twee etappes dacht ik, ja, hier kunnen we opnieuw onze slag slaan, maar nee, dit keer niet. Want we verloren een halve minuut op Richie Port, ook een beetje tijd op Daniel Martin. Dus uh, ja, dat was weer een slechte zaak. En we stonden hier dan ook op 3 minuten van de leider. En dat was Richie Porte. Dus uh, dat was wel een uh, kleine domper. Dan hadden we etappe 13. Naar Valence, een vlakke etappe. En hoe kan het ook anders? Groenewegen opnieuw tweede na Peter Sagan. Dus uh, ja, Groenewegen kan nog niet winnen in deze Tour de France. Etappe 14 dan. Dat is een, uh, ja, een uh, halve etappe met aankomst bijna boven op Mondewaan, nog 2 kilometer vlak. En dat was niet echt onze etappe. We zijn gelukkig wel in dezelfde tijd geëindigd van uh, Thomas en Port. Maar uh, ja, daar hadden we wel een beetje geluk, want uh, voor hetzelfde geld hadden we een paar seconden verloren. Dan etappe 15, en dat was de etappe naar Carcassonne. En uh, ja, niet echt een etappe, maar ook niet echt hoofdlachten. Het was 105 uh, van de finish. We hebben wel aangevallen met Roglic, maar we kwamen niet weg. Serge Paul ziet dat dan wel, maar die staat ver genoeg in het klassement. En uh, daardoor uh, mocht hij reden. Uh, Bennett won de sprint. Of ja, niet echt de sprint, hij was weggereden. Net, voor, uh, of ja, net na de afdaling En uh, hield nog net stand voor het peloton met alle grote namen erbij. Dan hebben we etappe 16 is het waarschijnlijk nu, ja, en dat is naar Bannier de Luchon. En daar hebben we onze slag geslagen. Je ziet dat we gewonnen hebben, onze tweede etappe zegen natuurlijk 17 seconden voor op Jacob Fugelsang. En dan anderhalf minuut op Latour, twee minuten op Froome en Thomas. En hele trui Ritchie Port zelf op meer dan drie minuten. Dat komt omdat ze in de afdaling van deze voorlaatste klim van eerste categorie, Gevallen zijn allemaal Thomas Port en wij hadden nog redelijk veel renners mee, ik denk een zestal renners en hebben tempo gemaakt op dit stuk Valsplat. Zodanig dat ze niet echt makkelijk konden terugkomen en ze moesten dan zelf op het einde het had zelf dichten en dat bekochten ze op de klim. En daardoor hebben we deze slag kunnen slaan en na deze etappe hadden we zelf de hele trui, jawel we hadden de hele trui. Wel, maar met 16 seconden op Thomas en 17 seconden op Port of zo. Maar uh, het was genoeg om toch één dag de hele trui te dragen. Dan gaan we naar etappe nummer 17, is het waarschijnlijk nu? Uh, ja, die korte etappe van 65 kilometer, en hier verloren we onze hele trui opnieuw. We verloren 41 seconden op Port Thomas en Froome. En uh, moesten. Uh, in een groepje met Vugelsang en Gerarda bleven en daardoor weggele trui. Dan hebben we nog één etappe gehad, dacht ik, of niet, nog twee. De etappe naar Poel was een vlakke etappe, natuurlijk. En eh, opnieuw, wij tweede van het peloton achter Sagan. Adrien Petit wist wel nog voor te blijven, zat in de koproep en wist dus eh, redelijk veel punten te pakken voor de groene trui, die op zich niet zo belangrijk was voor hem. Maar wij dus opnieuw achter Peter zagen. En dan etappe nummer 19. En dat was de laatste etappe. Nou, Larry, een zeer lastige etappe. 200 kilometer. En uh, we waren opnieuw de beste van het peloton. Of van de favorieten, toch? Maar uh, ze zaten wel allemaal in ons zog. En dus hebben we geen tijdwinst geboekt. En uh, dat betekent: als we nu naar het klassement gaan. Dat we derde staan. Derde op 27 seconden. En we hebben nog een tijdrit voor de boeg. Thomas staat tweede op 3 seconden van Richard Port. Het is al zeer lang geleden dat de Tour zo spannend geweest is. En uh, hopelijk gaan we nog aan het langste eind trekken. Want we hebben natuurlijk de beste tijdrit van de drie. Wij hebben 82 Thomas 78 en Port 77. Maar we zijn wel onze vormpik kwijt, dus we zullen zien in de etappe zelf hoe goed we gaan zijn. En hopelijk kunnen we alsnog die Tour de France winnen. En we zijn begonnen aan de belangrijkste tijd uit deze carrière. En net nu moet het lukken dat Roglic een slechte dagvorm heeft. Dat heeft natuurlijk te maken dat hij niet meer in topvorm zit. En dat is natuurlijk wel spijtig. Voorlopig staan we met twee renners nog in de top 10 met Clemente op 1 minuut en 8, Boom op 1 minuut 30 en de winnaar voorlopig is Vasil Kirjenka of ja toch de leider voorlopig. En uh, ja we gaan kijken of we met Roglic beter kunnen doen dan Port en Thomas. Beter doen is niet goed genoeg, we moeten natuurlijk die kloof dichten van 27 seconden op Port en van uh, hoeveel seconden? 24 op Gerhane Thomas. En we gaan natuurlijk ook met Bennett nog proberen om in de top 10 te eindigen. Want uh, dat had ik nog niet gezegd. Maar Bennett staat maar op een half minuut van uh, de top 10. En het is Sergio Pols die daarvoor staat. Pols wel twee seconden sneller begonnen. Zie ik. Maar uh, ja, we moeten die wel nog kunnen inhalen in het tweede gedeelte. Want in een uit op PCM is de PC altijd wel redelijk snel van start. En dat zal in principe bij Roglic ook wel zo zijn. Dat we niet echt de snelste tijd gaan reden in het begin. Maar dat gaan we zometeen wel zien. Thomas zet ondertussen wel niet al te ver achter denk ik. Maar we gaan kijken. Hopelijk hebben we nog genoeg over na deze zware koers. Al 19 etappes gereden natuurlijk. En uh, Roglic zit op 500 meter van het eerste tussenpunt. En we zullen zien hoe goed hij is na dit tussenpunt. Een 11 plaats op 38 seconden. Dat is natuurlijk niet al te goed. Froome is de leider voorlopen, Die staat 2 minuten achter ons, maar die zal dat wel niet treden. We verliezen ook tijd op Thomas, dus dat is al helemaal minder. En eens kijken waar Port blijft. Port uh, komt nu aan dat tussenpunt en dat is op 19 seconden. Dus uh, voorlopig ziet het er niet echt goed uit. Maar laten we hopen dat het is zoals in het Nederlands kampioenschap met Jos van Emden. Dan stonden we na de twee eerste tussenpunten ook tweede. En wonnen we nog met een meer dan een halve minuut voorsprong. En uh, eens kijken hoe Bennett hier zit. Bennett mag nu al wat versnellen, even te laat te zien. En uh, ja, we zijn nu veel te laat natuurlijk. Uh, Bennett uh, had, he, dat had toereden op Pols. Ik heb nu niet gezien hoeveel is geworden. Maar uh, ja, dat is op zich nu geen probleem. Dat kunnen we zo meteen ook wel nog zien. Bennett tiende op 1 minuut en 7. Dus uh, ja, Pols staat hier niet in die top uh, 20. Dus uh, Bennett is de top 10 binnengekomen. En nu is het tijd om uit te kijken naar Euroglitch natuurlijk. Die zit bijna aan het tweede tussenpunt. En daar komt hij nu voorbij op 1 minuut en 4. Ja, toch wel redelijk veel verliezen, natuurlijk. En Thomas zit hier al, Thomas zit veel te dicht. Op 16 seconden, dus die is gewoon een minuut sneller. Maar we kunnen nu nog versnellen, natuurlijk, op dat laatste gedeelte. En vooral op die laatste klem. Want we gaan zeer snel moeten die klem opreden En uh, hopelijk. Is Thomas gewoon te snel gestart. We gaan ook eens kijken wat Port doet daar. Op 39 seconden. Maar we zijn nu begonnen aan die klim. En uh, hopelijk uh, gaan we het nog kunnen halen. Vroom uh, doet hij het trouwens. Ja eerste tijd natuurlijk op dat tweede tussenpunt. We hebben al een minuut verloren. Maar op zich Vroom interesseert ons niet zoveel natuurlijk. En we gaan nu naar 89 en we gaan onze hele balk helemaal opgebreken. Althans, dat is de bedoeling natuurlijk. We hebben zometeen nog een klein vlak stukje. Die hier gaat beginnen. En uh, ja, hopelijk uh, gaan we dit volhouden tot aan de streep. En dat is het geval. Hoeveelste zijn we? Tweede op 34 seconden. En nu Thomas. Thomas moet 24 seconden verliezen. Dus moet op 58 seconden eindigen. Zal dat lukken of niet? Of zal Thomas ons voortblijven? Thomas blijft ons wel voor, zelf in de tijdrit. Misschien kunnen we nog naar de tweede plaats in het 1-klassement. Maar dan moet uh, Port uh, 27 seconden trager rijden dan ons. En uh, dat zal waarschijnlijk niet lukken. Nee, we blijven derde. We zijn wel Port voorgebleven in de tijdrit, maar niet ver genoeg. Vroom dus met de etappe zegen voor Thomas en wij zijn derde geëindigd, toch nog bijna een half minuut dichtgereden op Froome in dat laatste gedeelte. Dan gaan we ook eens kijken naar het klassement en hoe spannend is dit geweest. Thomas wint de Tour waarschijnlijk met 27 seconden voorsprong op uh, Port en wij derde op 32 seconden. Verder Froome, Fugosang, Pino, Martin, Latour, Benoit en George Bennett. En dan hebben we natuurlijk ook nog de slotetappe op de champs élysées in Parijs. En uh, dat is de laatste kans voor Dylan Groenewegen om een etappe te winnen in deze Tour de France. Wat voorlopig nog niet gelukt is. Enkel Roglic heeft twee etappes kunnen winnen. Maar uh, het zou natuurlijk leuk zijn om met Groenewegen ook nog een etappe te winnen. De groene trui zet er natuurlijk niet in. Als je hier kijkt, uh, Sagan staat 118 punten voor dus ja, dat is redelijk onmogelijk om nog in te halen. Er is wel nog een koproep voorlopen van uh, Van Marke, Lampaard, Vichot en Delay. Allemaal is natuurlijk. En uh, het tempo ligt wel redelijk hoog. Uh, Even opletten dat onze toppers hier niet achteruit raken. Want uh, voorlopen is dat niet het geval. Enkel Clement zet wat achteruit. Gaan we hem eventjes naar voren rijden. Want we kunnen hem natuurlijk nog gebruiken in de sprint zometeen. En die koproep zal wel ingehaald worden. Maar eerst eens kijken naar alle sprinters die al hebben moeten opheven. En uh, dat kunnen we hier zien natuurlijk. En uh, als we dan naar beneden scrollen, dan zien we hier al die ophaves. En dan zie je onder andere staan: Van Avermaat heeft moeten opheven. Nasen. Roland, Eigenlijk al de Belgen hebben bl blijkbaar moeten opheven. Kokaar heeft moeten opheven. Die maar, Drijpel. Christophe, Tzabel. Dus dat zijn allemaal grote namen, natuurlijk. Pelukkie. En uh, ja, dat zullen ze wel zijn. Dus op zich, zoveel sprinters zijn er natuurlijk niet meer. Maar we hebben natuurlijk wel de grootste. En dat is de, in de groene trui voorlopig. En dat is uh, Peter Sagan. Die zit er wel nog bij. En dus uh, zal het moeilijk worden om hem in te halen. En uh, we gaan niet meer de sprint doen zoals we in het begin deden. Met ons eigen sprintraintje. Maar we gaan gewoon in het wiel van Peter Sagan kruipen en dan zullen we wel zien wat er zal gebeuren. En waarom lukt dat nu niet? Gewoon in het wiel van Sahan, inderdaad. En het is nog 13 kilometer of zo we nog eventjes wachten? We gaan nog eventjes wachten. Nog even uitrusten in het wiel van uh, Batalien. Batalien moet niet aan kop gaan rijden. Maar moet wel zo dicht mogelijk bij Sahan blijven natuurlijk. Portzet hier, Juwen. Juwen is natuurlijk ook wel een, gevaarlijk, een gevaarlijke sprinter. En uh, daar moeten we natuurlijk voor opletten. Ook Kittel zet hier waarschijnlijk nog ergens. want uh, ja of nee, Kittel zet hier niet. Dat was in de Vuelta save natuurlijk dat Kittel een etappe gewonnen had. Ja dus, ze uh, niet de saves door elkaar halen natuurlijk. En nu gaan we wel moeten opletten. Nu mag Groenewegen wel in het wiel van Sagan gaan zetten. En uh, dat mag hij het nu doen. En uh, dan gaan we kijken of we uit zijn wiel zo meteen kunnen komen. gaan natuurlijk ook onze energie zal nemen. Wow, Waarschijnlijk iets te veel genomen, maar op zich, dat kan nu geen kwaad. Dan gaan we nu niet te veel krachten verliezen. Het is een volledige train voor Boya. Jun en uh, ik zetten te vechten in het wiel van Sahan. Al is het Juwen blijkbaar die het haalt. Nee, wij zitten perfect. We zitten perfect op 2 kilometer van het einde. Nu moeten we die etappe kunnen winnen, natuurlijk. En zal het lukken of niet? We gaan nu de sprint aan. We gaan als eerste, gaan we winnen? Gaan we winnen? Nee, Sagan komt er opnieuw over. Of nee, wij gaan toch winnen. Jawel, we pakken die etappe zeker. Nee, we pakken ze niet. Het is Juwen. Hoe is dat nu mogelijk? Ik dacht echt dat ik eerder was. We hebben nu Sagan geklopt en nu is er iemand anders die sneller is. Hoe is dit mogelijk? Toch eens die replay gaan bekijken van naderbij. Hier zullen we het waarschijnlijk zien of we gaan winnen of niet. Ja, op zich, ja we zijn niet gewonnen, we zijn tweede. Maar ik dacht echt wel dat ik eerder was dan Jun. We starten al sinds goed de sprint voor Jun. Sagan komt er dan over. Maar we kunnen hem nog remonteren, want hij valt stil. En ja, het leek toch echt dat ik gewonnen heb. Hoe komt dit nu? Hier gaan we het nog beter zien. Ja, niet helemaal, maar twee op een lijn. Ja, ik weet het niet of... Ja, hier zie je het eigenlijk niet. Ik dacht toch echt dat ik gewonnen had. Maar het is Juwen die op het podium staat voor ons. Ja, wij staan eigenlijk gewoon niet op het podium. Maar hij wint dus voor ons met wegen en Sagan. Jacobsen vierde, dan Cavendish, Kobrilli, Tunes Degenkoop, Bougani en Martin. Geraint Thomas is de eindwinnaar, dus net zoals in de realiteit. Richie Park tweede en wij zijn derde geëindigd. Froome eindigt naast het podium. En dan volgen nog in de top 10 Vugelsang: Pino, Martin, Latour, Benot en George Bennett. Dan hebben we de bolletjes er, en die is voor Serge Pauls zo redelijk veel in de aanval te gaan. Hij haalt het daarin met een kleine voorsprong. Voor Rudy Molaar en Tom Skuijens is daar derde. Wij staan met Roglic op een achtste plaats. Maar uh, deze, dit klassement had natuurlijk geen belang. Het groene klassement had ik wel willen winnen, maar daar was Sagan duidelijk te sterken. We zijn ook nog redelijk vlot tweede geworden op 108 punten van Sagan. Redwinnaar van vandaag, juni werd derde. Dan hebben we ook het jongen En daar gaat Runewegen ook in de top 10 staan. Maar dat is natuurlijk geen doel voor Runewegen. De strijd hangt hier tussen Pierre Latour en Tige Benoot. En uiteindelijk is het de Fransman van Age de La Mondial, die aan het langste eend getrokken heeft. Hij haalt het met 5 minuten 50 voorsprong op Benoot. En tenslotte is er nog de. Of het ploegenklassement. En daar is Sky duidelijk de sterkste. Wij eindigen op een knappe tweede plaats. Maar dat is al bijna drie kwartier. En we halen het daar net van Astana. In het World Tour klassement zijn we wel onze leidersplaats kwijtgeraakt. We staan nu op 106 punten van Team Sky. We hebben wel een mooi getal, exact 10.000 punten. Maar Sky is dus net dat wat beter. We hebben het ook gewoon goed gedaan met twee top 10 plaatsen. Natuurlijk Roglic op het podium en George Bennett op een tiende plaats. Maar nu gaan we eens kijken wanneer we zullen terugkomen in de volgende aflevering. Als we de kalender hier vinden. Dan hebben we hebben nu de Tour gehad natuurlijk. En ik zal meteen naar de plannen gaan. Dat zal makkelijker zijn om te zien waar onze toppers zullen rijden. Dan gaan we kijken in de ronde van Polen op zich. Niet zo belangrijk. De bang, bang Tour ook niet. Dus uh, gaan we eens kijken naar de Vuelta. Want daar gaat Kreuzweek aan de start komen. En hopelijk gaat hij deze keer wel een beter resultaat en een aanvallende wedstrijd rijden dan in de Giro. Dus uh, dat zullen we dan wel zien. Maar ik denk dat ik voor de Vuelta nog eens zal terugkomen: om uh, een transfer update te doen. Want binnen twee dagen kunnen we beginnen aan onderhandelen van contracten. En uh, voor sommigen zal dat nodig zijn. Want Groene uh, Wegen heeft geen contract meer. Zoals je hier kan zien. En hij is ook geïrriteerd. Dus we gaan moeten oppassen dat we hem kunnen houden. Hopelijk wel. Want anders zou dat een hele grote domper zijn. Maar dat zullen we in de volgende aflevering wel zien. Voor vandaag wil ik je bedanken voor het kijken. En uh, tot de volgende keer. Dag.